Kunt u vertellen wat er is gebeurd? Ja, wij werden opgeschrikt door de politie die binnenkwam. En die vroeg naar een bewoonster die geen contact meer opnam. Ze had de hondjes weggebracht en de mensen waar ze mee had afgesproken, die werden bezorgd, want ze had een duidelijk afspraak gemaakt en ze kwam niet opdagen. Dus die mensen hebben de politie gebeld en die is gekomen. En die hebben het huis proberen binnen te komen, maar dat lukte dus niet. En daarvoor is de brandweer gebeld. En die heeft via een raampje het raampje geforceerd en naar binnen gekomen. En voor de rest heb ik daar voor de rest nog geen inzicht in wat er uitgekomen is. Dus ik heb begrepen dat er nu dus maatregelen worden genomen weer om het raampje dus dicht te spijkeren. Maar is mevrouw gevonden? Volgens mij is er niks gevonden, nee. En de autootje wat voor de deur staat, die wij herkenden, die staat er ook niet. Dus ze is ook niet aanwezig, waarschijnlijk. Is het een vaak voorkomend probleem bij ouderen? Wij hebben het al een keer een paar jaar eerder hier meer meegemaakt met een Japanse dame die inderdaad echt op sterven lag, zou je zo zeggen. En die ook via kennissen werd gemeld dat ze geen contact meer konden komen. En toen heeft ook de brandweer hier op het juiste moment nog binnen kunnen komen. En de vrouw is toen met een ziekenauto afgevoerd. Dus om wat in de gaten te houden. Vooral inderdaad bij oudere mensen die zich niet meer kunnen melden op een of andere manier.